Goedemiddag, het is woensdag en het is 1 uur en ik heb vanochtend lekker een vlog bewerkt. Het was een beetje kut, want ik was helemaal niet ver, maar wel zeg maar op een kwart, denk ik. En toen liep het programma vast en ik had hem nog niet opgeslagen, dus toen moest ik weer opnieuw beginnen. Dat is een beetje jammer, maar goed, dat was niet zo heel veel werk. Maar ik moet straks werken en ik ga nu eerst even met Pippi lopen. En ik moet ook nog boodschappen doen. Ja, dat moet ik eigenlijk eerst doen. Maar eigenlijk had ik wel al moeten beginnen met werken. Nou, het is allemaal weer niet zo goed gepland. Zoals altijd met mij. Maar de kerstactiviteit van vandaag is erg leuk en komt vanavond. Dat is zeg maar niet omdat ik nu geen tijd heb om te gaan uitstellen. Maar dat is iets wat ik graag 's avonds doe. En ik heb Joren nodig en die is er niet. Dus ik ga met Pip lopen. Kijk wie ik heb gevonden. Nee, ik heb Joren gevonden. Ja. Ik heb al 1000 jaar niet gevlogd, want ik was de hele tijd bezig. Maar we gaan zo eten. Nou, zal ik je een primeur geven? Wacht even. Aardappeltjes, mais en je vazen schrijven in de pan. Vertel. Nou, de primeur is dat ik buikspieroefeningen wil gaan doen. Maar dat heb je al wel vaker gezegd. Ja, maar nou moet ik het nou staat het op film. Vanavond? Nee, vanavond gaan we chips eten. Ja, vanavond. Wat? Nou, misschien. Nou, maar ik moet wel zeggen, ik vind de vloer een beetje hard. Moet een matje kopen. Ja, tot mijn vader heeft. Een yoga matje. Ja, oh ja. Heeft je vader dat? Ja, een matje waarop hij oefeningen doet. Mm. Die nam hij ook mee op vakantie. Ging je op de camping op dat matje op het gras liggen. En ook onderweg ging hij op de parkeerplaats, waar we even gingen plassen en uitrusten, ging hij oefeningen doen. Echt? Ja, toen hij een keer heel veel last van zijn rug had, heeft hij dat gedaan, ja. Dat was fantastisch. Had echt moeten filmen. Dat lijkt net alsof je binnen naar mij... Oh, dus tijd oefeningen. Ja. Zullen we even kijken naar die even aan te schrijven? Oké, okay, ga maar kijken. Nee, maar jij weet het, want voor mij waren ze al 3 uur geleden klaar. Ja hoor, ze zijn nu goed. Maar zijn ze goed? Ja. Oké. Okay. Weet je zeker? Ja, zeker. Of word je dan boos dat het niet goed is? Zal ik ze eerst even omdraaien? Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, dan draai ik ze niet om. Dat was al behoorlijk lastig met 1 hand. Nee! Oké, okay, dat gaat fout. Deze naad gaat flikkeren is niet voor jou. Wat zag je? Deze naad gaat flikkeren is niet voor jou. Oké. Okay. Gaan lama's kijken en eten. Eten! Dag. Op een schaal van 1 tot 10. Hoe lekker heb jij gegeten? 10 is super lekker. 6,5. Wat? Meen je dat nou echt? Echt gewoon, dat was wel aardig. Het was wel aardig. Nou, dit was echt wel een... Misschien moet je het vaker koken en dan perfectioneren. Dit was een 7,5. Je kookkunsten. Nou, wat had jij dan jouw shawarma à la Joren gegeven? 7. En dan krijg ik dit een 6,5? Ja. Oh, je bent echt een lul. Je hebt geen idee wat lekker eten is. Dat was gewoon goed eten. Maar daar zat originaliteit ook nog bij. Dus ik krijg je 7. Helemaal niet. Je krijgt geen originaliteit. Met eten is wel het laatste waar je origineel in moet zijn. Nee. Wie dat ook origineel is? Kaneelpoeder in je tomatensoep. Dat is niet lekker. Wacht maar, dat blijken. Nou, het was heel lekker. Joren heeft geen verstand van lekker eten. Nee, maar kijk, je begrijpt het niet. Want ik zei, 1, dat was goed eten. Maar 2, het was ook nog eens origineel. Ja, maar wat zei ik nou net? Origineel verdient geen cijfer, verdient geen punten. Nee, maar wel extra... Nee, maar kijk, jij zegt, ja, tomaten is ook niet tevreden, maar wel origineel. Ik zeg, ja, nee, maar dan is het dus niet tevreden. Maar dit was al goed eten. Maar dat van jou was ook niet zo lekker. Eten. Dat is goed. En dan is het ook nog iets origineels. Maar het was niet zo lekker. Dat is voor jou tevreden. Ik ga nooit meer koken voor jou. Nee. Ja, nee. Je moet het nog beter maken. Het kan niet beter. Je kon hier niks anders aan doen. Dat was super simpel. En het was heel lekker. Johan is stom. Oh, Joren. Ik weet dat het helemaal niet leuk is. Maar je moet aan Sinterklaas. Anders gaat het helemaal mis. Want zondag moet jij een cadeautje en gedichtje en spries hebben voor Roel. En anders is het helemaal fout, boel. Oh, dat was mooi. Dat is heel mooi. Zo mooi dat ik er niet over gaan worden.
Wij vieren zondag Sinterklaas en ik ga morgen alle shizzle daarvoor doen. Laatste keer. Maar Joren moet eigenlijk... Want Joren heeft niks te doen, hè? Joren heeft luizenleven. Ja, ik moet naar de zee. Maar ik moet... Ben ik vrijdag ben ik de hele dag onder de pannen weer. Hoezo? Nakijken en shit. Wat dan? Nou, dat is gewoon niet even. Wat moet je nakijken? Tentamen. Is er wel al een tentamen nu? Het LUC. Moet je dan naar Den Haag? Nee. Komen de tentamens naar jou? Ja, Leiden. Niet naar mij, naar Leiden. Ja, dat is naar jou. Jij bent Leiden. Nee. Leiden is jou. Waarom nog steeds? Ja, sorry. Maar ga je nou even aan de slag? Ja, ik moet naar de wc. Ga dan naar de wc. Ja. Kan heel heet zijn. Het is verdomd heet! Jongens, kijk dat filmpje even. Ik zet het hier wel onder. Het is van de lama's. Het is heel grappig. Het is heel oud. Alles van de lama's is heel oud, maar dit is echt heel oud. En Joran vindt het heel leuk. Dus ik zing het de hele tijd voor hem. Oké, ik ga chocolaatjes maken, oké? Oké, ik ga allemaal spannende dingen doen, maar dat is allemaal voor vlogs die jullie al hebben gezien. Waarvan ik de kerst even tijd later ging doen. En dan ging invoegen. Dat is voor jullie nu niet boeiend. Maar ik ga vanavond nog wel iets leuks doen met Joran. Voor jullie nu. Maar ik ga nu iets doen voor jullie van een paar dagen geleden. Of auw, of een week geleden. Ik weet het niet. Samen met Joren. Joren. Het is... Oh shit. 2027. Hoe ziet onze kerst eruit? Het is over 10 jaar. Ja, ik vind dat een hele rare vraag. Waarom stel je die vraag? Nou, dat is toch altijd een interview zo. Waar zie je jezelf over 10 jaar? Ja, maar ik bedoel, alleen met kerst. Nou ja, maar kijk, over 10 jaar zijn we 35. Jij bent 36. Nou, dan... Dan hebben we toch al wel 3 kinderen. Zeker. Als we nog samen zijn. Dan zijn onze kinderen respectievelijk 8, 8 en 7. We krijgen een tweeling. Wat? Wacht even. Gaan we over 2 jaar al aan de kinderen? Ja, dat is ook wel zo. Ja. Nou, nee. Over 2 jaar gaan we trouwen. 3. Oké, onze kinderen zijn... Laten we zeggen 6. Allemaal. We krijgen 3 dingen. Nou, weet je wat dus heel lastig is? Mm-hmm. Want jij hebt altijd... Altijd. Wat had ik ook alweer altijd? Een baan. Nou, zeg maar, ik ben niet gewend om kerst met ooms en tantes te vieren. Maar mijn moeder is een gezin van 4. Weet je wel, is zelf een kind... In een gezin waar 4 kinderen zijn. En wij hebben oma op eerste kerstdag of tweede kerstdag, dat maakt niet uit. En haar broer heeft op een oma. Wat betekent dat 2 kinderen helemaal geen, hun eigen ouder helemaal niet hebben op kerst, helemaal niet zien. Dus ik heb heel erg in mijn hoofd, van over 10 jaar, dan nodigen wij die oudjes bij ons uit. En dan gaan we lekker koken. Maar... Ja, jij hebt ook nog 2 zussen. En als jullie dat ook allebei willen doen... Nou ja, op zich hebben wij het volgens... Nou maar, ja, maar ik denk dus wel dat... Dat bij ons, in ieder geval zeker over 10 jaar... Kerst nog wel met, ook met de andere mensen is. Ja, maar dat is in mijn hoofd niet zo. Want dat is heel ingewikkeld. Want stel je voor dat wij 3 kinderen hebben... En Jonna en Lamar 3 kinderen hebben... En Sven en Alexander 3 kinderen hebben... Dan fucking 9 kinderen! Dan ga je toch niet... Dat is een veel te grote groep. Niemand gaat daarvoor koken. Ja, tenzij we dan nog steeds... Jij hebt het voorgerecht, jij hebt het hoofdgerecht, maar dat vind ik niet echt iets voor volwassenen. Niet? Sorry. Maar dan zie jij dus dat we met z'n 8e... Ik zie kerst als iets met de familie. Ja, ja, maar als je ouder bent, dan is je familie meer je gezin. En je ouders zijn oud en bejaard, dus ze zouden allemaal zielig alleen zijn. Ja, maar dus wie nodig je dan uit? Mijn ouders nog niet over 10 jaar. Nee, je ouders zijn al niet meer. Dan zijn mijn ouders namelijk even oud als je ouders nu. Inderdaad. Dus ja. Ze schelen namelijk al precies 10 jaar met elkaar. Ja, dat zo, dan zijn ze inderdaad nog niet bejaard. Nee. Dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld altijd. Dat ik denk van, wanneer komt die switch nou? Dat je... Welke leeftijd is dat?
Weet je, vanaf wanneer zou mijn moeder niet meer naar haar moeder zijn gegaan voor kerst, maar zei ze, kom maar bij mij. Maar wanneer is dat? Nou, ik denk dat op het moment dat je ruimte hebt, dat bedoel, ik denk als van ja, nou, Alexander over 2 jaar bijvoorbeeld, weet ik veel, ja. In een van een normaal huis wonen, zeg maar niet een appartement, maar gewoon een huis, een gezinswoning, dat ze best gaan zeggen van joh, kom nou ook naar ons toe. Ik vind dan echt alleen logisch dat ze alleen maar je ouders zouden uitnodigen. Ja? Ja, maar dat zit zo in mijn... Nou, dat zou ik vrij lullig vinden, zeker als ze dat over 2 jaar doen. Maar dat is ook het kutte, maar dat zou ik, maar dat zou ik, nee, maar dat zou ik ook heel raar vinden, want ze hebben dan nog geen kinderen. Steeds niet. Of, nee. Waarom nou, niet? En ook al hebben ze een baby, dan nog. Dat is niet echt van, oh, we hebben kinderen nodig nu, weet je wel. Ja, okay. Ik bedoel, alles wat jij je kan herinneren, hadden jouw zo kinderen. Namelijk, je kan het je herinneren, jij was het kind. Ja? Dus dat is toch anders. We hebben dan kinderen van 6. Alle 3. Ja. Ach, zoiets. Wil je dan, ben jij zo iemand die zegt van, die dan als nog steeds gaat zeggen van nee, we gaan geen kerstcadeautjes doen met ons gezin. En ben je dan nog steeds iemand die zegt, oh, kerstontbijt is niks, dus smeer maar lekker een boterham met thuis. Zeker, als we jonge kinderen hebben, dan ben ik niet voor kerst, want dan hebben ze met Sinterklaas net een cadeautje gekregen. Ga ik ze niet met kerst ook nog een cadeautje geven? Ja, dat is waar. Ja. En, dan gaan we lekker ontbijten. Over 10 jaar ligt dit dan lekker nog? Ontbijten. Noem me dat een kerstontbijt? Dit is dan denk ik wel een beetje dood over 10 jaar. Ik meen me een praatje te herinneren waarin we het over kerstontbijt hadden. Ja, dat zei ik net. Maar gaan we dat dan ook niet doen? Nou, ik zeg net, dan die lekkere noemen broodjes. We dat dan kerstontbijt? Lekkere broodjes. Ja, maar die lekkere broodjes gaan we sowieso iedere zondag eten. Nee. Want dat is de dag des Heren. Oh Joran. Maar we hebben dan niet geen pip meer, maar wel kippen. Dus we kunnen met een eitje volgens ontbijt. Ja, de vraag is, hebben we dan kippen? Tuurlijk hebben we dan kippen. Ligt eraan namelijk waar we komen. Groot, met een grote tuin voor de kippen. Ja, over 10 jaar, met 3 kinderen. Hoeveel geld ging jij verdienen? Genoeg. Om te kopen wat ik wil. Hmm. Namelijk kippen en een groot huis. Nou, ga eerst maar eens de boekje van jou publiceren. Oké. Maar, ik vind het lekker ontbijt. Ik bedoel, het moet wel een beetje wat bijzonderder zijn of zo. En dan is het kerst, over 10 jaar. En dan is het 30 graden, want dan is het met de opwarming van de aarde. Over 10 jaar zie ik kerst vormen met witte sneeuw. Nee, dan bestaat sneeuw niet meer. Nee, onze sneeuw, kinderen zeggen sneeuw, wat is dat? Net als tijgers, die zijn al uitgestorven. Echt? Ja. Echt? Over 10 jaar? Ja, in mijn hoofd. We moeten nog even bedenken wat we dus over 10 jaar gaan koken met kerst. Zo mensen uitnodigen in ons grote huis. Oké, dat is het laatste, want nou heb ik genoeg van. Ik wil gewoon even ontspannen. Ja, ik wil dat cirkeltje rondmaken. Ja. Waarom? Koken. Dus het wordt geen pasta. Over 10 jaar. Maar het wordt iets lekkers. Ja. Gepofte aardappels. Oké. Okay. Met knoflooksaus. En hert. Wat? Dat is lekker. En dat hoort bij kerst. Niet bij mijn kerst. Lekkere Bambi op tafel. Oh. Hey, jullie weten dat nu waarom Bambi's moeder in die film. Voor Kurt? Ja. Voor Joran? Voor mij, over 10 jaar. Klopt niet. Hoezo klopt dan? Want de Bambi's heel lang geleden. Gaan we nou krokie chips eten? Lekker een beetje met een lekker kruikje tegen de kou. Dus kom morgen gezellig weer even kijken om 7 uur 's ochtends of later, dat mag ook.
Tot morgen. Wel, moet ik wel zeggen dat tijgers tegenwoordig ook weer worden uitgezet in Kaspisch Zeegebied. Waar? Kaspische Zeegebied. Waar is dat? Het gebied rond de Kaspische Zee. Waar is dat?